pastoor Rijkers, pastoor van de parochies Riethoven en Westerhoven, vierde in september nog zijn 40-jarig pastoorsfeest in Westerhoven. Familieleden van de pastoor kwamen hun Piet of Oom Piet gelukwensen. In oktober werd het 40-jarig pastoor zijn in Riethoven feestelijk gevierd. Dit vertrouwde beeld van pastoor Rijkers zullen we missen. Het Sint-Anna-Gilde Westerhoven en het Gilde Sint-Anna Riethoven begeleiden samen pastoor Rijkers naar de kerk. Op verzoek van de familie is er in de kerk niet gefilmd. Deze beelden zijn genomen van een beeldscherm dat was geplaatst in de buitengaanderd om de mis te kunnen volgen. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Geachte aanwezigen, vandaag nemen we afscheid van een bijzondere man, pastoor Piet Rijkers, of beter gezegd, meneer pastoor. Terugkijkend op de laatste ruim 40 jaar van het leven van pastoor Rijkers ben ik dankbaar dat hij zoveel betekend heeft voor de mensen in Westerhoven en Riethoven. Ik ben dankbaar dat ik hem mocht leren kennen en zal hem zeker missen bij de komende vieringen. Maar ik ben ook dankbaar dat zijn wens in vervulling is gegaan. Hij is gestorven in het harnas, opgenomen naar een plaats waar hij kan rusten in vrede.
Na de mis begeleide van Vare Irene uit Westerhoven pastoor Rijkers tot aan de parochiegrens. In Riethoven stond het Riethovens Harmoniekorps klaar om de begeleiding tot het parochiekerkhof van Riethoven over te nemen. De scouting van Westerhoven en Riethoven vormde een erehaag. Het Sint-Anna-Gilde Riethoven begeleidde pastoor Rijkers tot zijn laatste rustplaats. Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Laatste, vorige week donderdag, hadden wij een jaarlijkse algemene ledenvergadering. En zoals koning krijgt hij daar al die jaren een uitnodiging voor. En wat schetst onze verbazing? Het was die donderdag de eerste keer in al die jaren dat hij een bericht van afmelding stuurde. Thank you.